Ça va? Ok, copain. Just to get close, hello. Ik ben echt blij dat ik heel snel ben omgedraaid en dat ik hier echt een spetterend optreden gewoon heb gezien. Zing je al lang? Bijna mijn heel leven. Zo, ja, echt, echt. Jij hebt het in je. Dank je. Ja. Een geboren zangeres. Ja. Ja. Ik denk als jij gaat terugkijken naar de auditie, we waren met de eerste drie noten en wij naar elkaar. Ja. En ik denk dat je gaat lachen met ons gezicht. Jouw stem heeft echt iets heel bijzonders, iets enorm krachtigs. Dank je. Je bent echt al een hele goede zangeres. En ik ben heel benieuwd wat voor ster er nog uit jou kan groeien. Ja. Dank je. Diepe buiging. Wow. Nu heb ik spijt dat ik die performance niet gezien heb. Ja, ik ook. Ik zag je oogjes zo fonkelen en ik dacht, ik heb hun echt van willen overtuigen. Dat ja, ik weet het. Ik ging meteen vanaf het begin af aan los. Ik vind het geweldig. Kerry, puur uit nieuwsgierigheid, hoe oud ben je? 14. Wow. Je hebt een klok van een stem. Ja, echt een innerlijke tijger die je gereleased hebt hier op het podium. Of tijgerin dan. En ik hoorde jou heel veel geven. En dat moet je ook doen hier op het podium. Maar soms ging je er ook net een tikkeltje over. En denk ik van, ah, oké, dat zijn... Ik heb dat niet gehoord. Op sommige momenten dacht ik van, oké, maar daar kan je nog iets meer finesse in steken en zo. Kerry, je hebt een geweldige, geweldige auditie gedaan. En ik zou jou heel graag begeleiden. Want mocht het al perfect zijn... dan hadden wij hier niks te zoeken als coaches. Dus ik zal dolgraag mee aan het werk gaan. Ja, echt straf. Je hebt nu keuze uit ons drie. Dus jullie drie zijn allemaal super. Dank maar... Wij drie? Maar twee zijn een beetje minder. Ja, we weten het. Thanks, girl. Girl power. Ik denk dat ik toch voor Team Sean ga. Thank you, Kerry. Wil ik het knuffel geven? Ah, thanks. Wat een coole auditie. Ik ben zo blij. Want ik dacht nooit dat ik zo ver ging komen.
En dat ze zelfs gingen draaien, was... Wauw, het is gewoon zo, zo magisch, vind ik. Dit was echt, echt... Wow. En super, super ja. Uniek. Ja. Ik heb nog niemand op die manier gezien hier. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar er was toch iets... Want ik, vanaf het begin had ik ook zoiets van... Wow, wat wordt deze? Maar ik dacht, ik kan nog even wachten en even verder luisteren. Ja. Op die... Must be love on the brain. En ja, dan heeft ze mij niet meer overtuigd. Ik weet niet hoe dat komt. Ik kan het niet uitleggen, want ze heeft een klok van een stem. Dat gaat mij niet over. Het was zeker goed. Kan smaak, het kan gewoon smaak zijn. Ja, kan. Ik weet niet hoe het komt. Daar heb jij een goede aan, Sean. Echt waar. Ja, maar dat wel. Ik denk dat... Dat denk ik ook. Wauw. Dat wordt nog pittig.